Brabant Nieuws met Astrid Kersenboom. Het nieuws voor Brabant van woensdag 24 september. Overbelast telefoonnet kostte Ruud de overwinning, zegt familie. Inwoners Wouw voor laatste keer deze eeuw op de foto. Vader en zoon Karsmakers klaar voor woestijnrally. Brabant Nieuws, René van Rijswijk. Dit is het nieuws van vrijdag 31 december 1999. Goedenavond. Brabant Nieuws, woensdag 22 mei. 6 jongeren opgepakt voor schrikbewind in Eindhovense wijk Vaartbroek. Schapen doen het werk van de grasmaaier. En Max van der Sluis speelt met bloemen op wereldkampioenschap. Brabant Nieuws, Gabrina Kikkert. Dag dames en heren. Ik ben Gabrina van Staveren. Dit is Brabant Nieuws van maandag 2 januari. Fatale burenruzie Roosendaal niet te voorkomen, zegt politie. Heusden trilt na van Klapper postcode loterijshow. En Kees Lok is de nieuwe trainer van NAC Breda. Tilburg wil mega winkelcentrum aan rand van de stad. Provincie moet mooier, schoner en dynamischer zijn. En Sunrise geniet thuis van Europees dressuursucces. Ik ben René van Brakel en dit is Brabant Nieuws. Goedenavond. Eerst goed nieuws voor busreizigers in Midden- en West-Brabant. Want er komen geen acties en stakingen meer. Een langlopend conflict tussen busbedrijf Veolia en de vakbonden is beslecht. Brabant heeft rotsvast vertrouwen in koningin Beatrix. 150 ontslagen bij Rico. En kickbokser Peter Aerts boos op de gemeente Den Bosch. Dinsdag 31 januari, dit is Brabant Nieuws. Goedenavond. Brabant is blij met koningin Beatrix, blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant en 1 Vandaag. Maar liefst 80% heeft veel vertrouwen in onze koningin. En we vinden ook dat ze nog best even op de troon mag blijven zitten. Want we hebben veel minder vertrouwen in haar opvolger, Willem-Alexander. Nieuwe politiechef vindt verkeersboetes te hoog. Politiechef Vissers zegt dat agenten minder vaak hoge boetes uitschrijven. Sneeuw en kou zorgen voor problemen, maar ook voor stijgende schaatskoorts. Wij zijn druk bezig om alle voorbereidingen te doen en wij hopen aanstaande woensdag te kunnen openen als het wat doorvriest. En Gerard de Rooij verliest koppositie in 9e Dakar-etappe. Goedenavond. De nieuwe politiechef in West-Brabant, Hans Vissers, laat meteen al van zich horen. Vissers is sinds 1 januari een van de 2 nieuwe korpschefs die met de komst van de nationale politie de leiding heeft in Brabant. Hij vindt de verkeersboetes te hoog. Volgens Vissers hebben agenten grote moeite met het schrijven van bonnen voor kleine overtredingen.